Zondag komt de Sint naar Tongeren. Ook dit jaar wil hij er weer een groot feest van maken met alle kinderen. Samen met de ouders kunnen ze gratis met de Zwarte Pietenbus naar het centrum. Zondag gaan we naar Tongeren. Ja, Sinterklaas. Is daar alles geregeld? Ook met die bussen en zo? Zeker, Sinterklaas. Die bussen die zijn toch wel versierd? Oei, dat weet ik niet, Sinterklaas. Haal dan mijn iPad maar even, dat ik met Cindy kan bellen. Oké, Sinterklaas. Dag, Cindy. Dag, Sinterklaas. Alles goed? Oh ja, en met u, hoe is het daar in Tongeren? In Tongeren is alles prima en in Spanje? Oh, nog lekker warm. Maar ik heb een klein vraagje. Hoe is het met de bussen? De bussen zijn allemaal geregeld, Sinterklaas. Ja, want we waren hier net daarover bezig en zijn die eigenlijk ook al versierd? Ja, de versiering, daar heb ik eigenlijk nog niet over nagedacht. We zouden dat eventueel kunnen laten doen door de kinderen van de opvang. Wat denkt u daarvan? Vind ik een fantastisch idee. Ja? Dat vind ik prima. Nee, Piet, dat is toch te gek eigenlijk. Heel goed idee. Hallo allemaal. Hallo. En zijn jullie dit jaar heel braaf geweest? Ja. De zondag komt de Sint naar de stad en dan kunnen jullie allemaal gratis met de busjes naar de stad komen. Maar die busjes die zijn nog niet versierd. Willen jullie dat doen? Ja. Kom dan maar mee. Ja, dan gaat de Sint wel heel blij zijn. De bus. Ik heb hier zwarte pietmaskertjes en vlaggetjes. Nu gaan we de bus daarmee versieren. Iedereen gaat toch helpen, hè? Ja! Oké, kom, dan gaan we eraan beginnen. De kinderen versieren deze bussen omdat wij 4 speciale bussen hebben ingelegd van de dorpen naar het centrum. Dus alle mensen kunnen gratis de pietenbussen nemen. Dat is heel gezellig, daar zitten zwarte pieten op, er worden liedjes gezongen. Van 1 tot 5 zijn natuurlijk ook alle winkels open. Dus er kan in de eerste plaats geshopt worden in Tongeren. Maar vanaf 2:30 kunnen ook alle kinderen de Sint begroeten op het Stadhuisplein. De Sint gaat daarna met paard en koets door het centrum. En er zijn ook een aantal fotoshoots gepland van de kindjes samen met de Sint. We hebben een aantal buszwarte pieten, we hebben springzwarte pieten, we hebben ballonnenzwarte pieten. Dus het wordt een heel groot feest. Nu gaan we allemaal een foto maken met een pietenmaskertje op. Dan gaan we die naar Sinterklaas sturen. En dan gaat Sinterklaas heel blij zijn met de foto. En die gaat heel fijn vinden dat jullie allemaal zo flink versierd hebben, hoor. Sinterklaas. Cindy heeft een foto doorgestuurd. Kijk hoe mooi de kinderen de bus hebben versierd. Dat is mooi. Dit ziet er echt prachtig uit, Piet. En vergeet niet jullie tekeningen. Tot zondag. Dag. Alle info over de blijde intrede van de Sint vind je op tongeren.be. Inschrijven voor de Zwarte Pietenbus doe je door je naam, de opstapplaats en het aantal personen te mailen naar sinterklaas@stadtongeren.be.